En dan nu? Hallo kijkers. Ik sta hier voor Korte Nieuwstraat 6 en binnenkort opent hier het eerste Nederlandse oogkleppenmuseum. Ik laat u een paar topstukken uit de collectie graag alvast zien. En het zijn niet zomaar de eerste, de beste modellen uit 2012 die er te zien zijn. Nee, naast het veelvuldig gebruikte standaard ambtenarenmodel oogklep van het kastje naar de muur, zijn er ook prominentere oogkleppen in de collectie. Getoond wordt onder andere dit model Henk Beerte, heel herkenbaar aan de grote blauwe P van parkeermeter en de bekende groene streep. Zijn culturele oogkleppen heeft hij nog in gebruik. De oogkleppen van Jan van der Meer ziet u hier op het alternatieve oude hippie-model, voorzien van twee zonnepanelen. Ook het model Bertjene magazijn, een roze bril met eurokleppen. Per slot van rekening worden we minstens 40.000 euro per dag armer in deze gemeente. En een pronkstuk uit de collectie is wel dit model, de oogkleppen van Hanny Kunst. Met pikant detail, twee oordopjes. Zij wil niets zien en zij wil niets horen. De oogkleppen waren en zijn erg populair in Nijmegen. Hier ziet u de oogkleppen van ontwerper Jacques Splinter. Die draagt hij al sinds 2002. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.